Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Caroline en voorbije zaterdag ben ik naar de Estheticabeurs in Brussel geweest. Ik ga deze video in twee delen opsplitsen. Ik heb een klein deeltje een vlog gemaakt waarin ik jullie meeneem naar de Estheticabeurs en de beelden die zijn rechtstreeks vandaar. En dan heb ik een tweede video waarin ik alle producten en merken laat zien die ik daar heb leren kennen, waar ik kennis mee heb gemaakt. Sommige producten die kende ik al en die hebben dan bijvoorbeeld een nieuw gamma uit. Maar sommige producten of merken zijn ook echt gloednieuw voor mij. En die laat ik vandaag aan jullie zien. Kijk jullie mee? Ten allereerste heb ik kennis gemaakt met wat voor mij een gloednieuw make-up merk is. En dat is Caraja. Het bestaat al wel een tijdje. Het is een Italiaans make-up merk, maar het is nog niet zo heel erg lang in België verkrijgbaar. Sophie, ik ben samen met Sophie van Beauty Tester Sophie naar de beurs geweest. Zij kende het merk al wel en heeft er ook al producten van geprobeerd. Dit zijn zo onder andere de boekjes. En zij hebben telkens twee keer per jaar een volledig nieuw gamma. Alleen een kleinere stand met nieuwe kleuren en nieuwe producten. En daar hebben zij dan een volledig boekje van met alle uitleg, heel erg uitgebreid. En zij hebben dan per collectie ook nog, en dat vind ik wel heel erg gemakkelijk, zo'n kleinere kaart waar elk product heel erg kort op staat. Ik heb van Caraja een heel erg leuke goodiebag gekregen, daarom laat ik deze als eerste zien. Het zijn echt een paar heel erg leuke producten. Ik heb ze wel al goed bekeken, maar ik heb ze nog niet gebruikt. Onder andere heb ik deze van Caraja. Dit is de Selfie Magic Contour Kit. Het is een poeder met drie verschillende kleuren, waarmee zij dan aanraden dat je goed kan contouren. Dus je kan highlighten, je kan de gewone kleur gebruiken om te poederen en je kan de donkerdere kleur gebruiken om te bronzen. Dit is nummer 2, dus een medium van kleuren die zij hebben. Ze hebben er eentje lichter en ze hebben er eentje donkerder. En ik vind persoonlijk de verpakking, het doosje, heel erg mooi. Maar ik vind dan het kartonnetje iets minder van verpakking. Maar dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Verder heb ik van Caraja twee lippenproducten. Die komen ook in deze zilveren kartonnen doosjes. Het eerste is een Crystal Gloss. Dus echt een super glanzende gloss. Deze heeft zo'n klein beetje een gouden glinstering erin. Wat mij de indruk geeft, is dat het vrij grote flesjes zijn. Dat het een grote inhoud is, want dat heb ik ook met dit. En dit is de Lipstick Pencil en Glow Gloss. Dus het is de bedoeling dat je eerst het lippenpotlood gebruikt. En dat je er dan nadien overgaat met echt een heel erg glanzende gloss. En deze gloss die heeft nog meer diamantjes dan die eerste gloss die ik jullie liet zien. En ik ook weer vind dat dat toch wel een vrij grote verpakking is. Verder ga ik van Caraja een Long Lasting Waterproof Eyeliner uittesten. Deze heeft een bruine gouden kleur. Ik denk dat dit echt van een herfstcollectie of zo is. Die contouring kit die is zeker van de nieuwe contouring collection. En dan heb ik nog een waterproof turbo liner. En deze is in de paarse kleur. En ik denk dat ik deze de mooiste vind, omdat paars toch wel echt een van mijn favoriete make-up kleuren is. Voilà, Caraja vond ik dan toch al wel een heel erg leuke eerste kennismaking. En dan heb ik een tweede merkje dat jullie waarschijnlijk ook wel heel erg goed kennen. En dat is Revitalash. Die zijn natuurlijk heel erg bekend om hun wimperserums en hun wenkbrauwserums. En daar heb ik twee, dat zijn zo wat reisverpakkingen, de Revita Brow en de Revita Lash gekregen om uit te testen. Ik heb al een wimperserum van een ander merk getest en daar heb ik ook op mijn blog een heel uitgebreid verslag van geschreven. Ik zal het hieronder linken. En dit is dan de hoeveelheid die ik kan testen. Die persoon zei dat je er toch wel een tijdje mee toekomt. Even kijken. Het is 1 milliliter. Als ik het zo bekijk, lijkt het helemaal niet zoveel. Maar ik ga het zeker uittesten en mijn bevindingen horen jullie later wel. Nu, Revitalash, de firma zelf, die verdeelt nog een product. Sophie die kende het al en dat is dit. Dat is de Chin Up. Het is een speciaal masker om echt je nek, je hals, je dubbele kin te verfijnen. Er zitten twee unidosissen in, twee maskertjes die je dan kleeft op deze halszone. En dan zit er ook een elastiek in. Het is echt zo een band die je dan daarover moet doen, over je hoofd, wat dan heel veel druk zet. En dat maskertje zit er een 2 in, kan je gebruiken. En zij zeggen ook dat het 2 centimeter per keer vermindering zou geven.
Vervolgens hebben wij kennis gemaakt met Roxy Pro. Ik denk dat jullie zo niet zo direct veel zal zeggen, maar het is een merk van suikerontharing. Dus zij verkopen suikerpotten waar je dan suikerontharing mee kan doen. Dit is wel voor in het instituut, dus als jij ooit een suikerwax wilt laten doen, dan moet je daarvoor wel naar een instituut die dat hebben. En suikerharsen is op een lichaams-eigen temperatuur, dus het is helemaal niet warm voor je huid. Het gaat veel beter aan de haartjes kleven, zeggen zij. Dus je trekt de haartjes uit, in plaats van dat je ook aan de huid mee gaat trekken, want dat zou warme was blijkbaar wel kunnen doen. Ze zeggen dat het minder pijnlijk is dan ontharen met wax en dat het effectiever is. Wel heel leuk, want wij hebben van deze dame, van deze firma, heb ik een proefsessie gekregen om iets te laten ontharen. Dus ik ga daar zeker een keertje met Sophie naartoe om de suikerwax te testen, want ik heb hem zelf nog niet getest. Ik werk er zelf niet mee, ik werk nog altijd met gewone warme wax. Omdat suikerwax vrij nieuw is, heb ik het gewoon nog niet getest. Ik ben heel erg benieuwd. En in ieder geval, deze firma, die waren daar echt super, super vriendelijk. En ja, we voelden ons echt heel erg welkom. Vervolgens hebben we nog een aantal beautymerken leren kennen. Bijvoorbeeld deze, die kende ik nog niet. Dat is Niobe. Het is een natuurlijk en organisch gamma van beautyproducten. Zij hebben producten voor het gelaat, producten voor het lichaam en ook een kleine lijn make-up. En je ziet ook al aan de verpakkingen dat ze toch wel heel erg milieubewust zijn. Ik heb daar een rijsetje van gekregen om uit te testen. Ik heb het nog niet geprobeerd. En daar zit in een 30 ml Body Radiance Lotion en een 10 ml Oxygenating Cream, dus een Moisturizing Cream. 10 ml, dat is toch al wel een hele leuke rijstverpakking. Daar kom je toch al wel even mee toe. De geur is heel erg fris. Ik probeer het te beschrijven, want ik ben helemaal niet zo een goede parfumkenner. Maar ik vind dat er precies zo'n klein beetje citroen, een beetje citrus in zit. Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb het nog niet uitgetest. De productjes die zijn echt gloednieuw. Het prijzengamma van Niobe, dat lag ergens, als ik mij niet vergis, tussen de 20 en de 45 euro, denk ik. Ze zeiden, als je bijvoorbeeld een jongere of een vettere huid hebt en je hebt een reiniging, een lotion en een dagcrème nodig, dat je voor 50 euro gesteld bent. Dan heb ik een merkje leren kennen. Ik kende het absoluut nog niet. Het is Temay, denk ik. En ik denk dat je echt wel uitspreekt Temay, omdat het La Cérémonie du Soin par le Thé. Dus het is een volledig gamma dat ook gebaseerd is op ingrediënten afkomstig van thee. Dus ook heel erg natuurlijke ingrediënten. En daar heb ik deze Cérémonie Matifiant. Toch wel een lichte anti-aging crème die mattiferend is. En dit is de pot. En dit is echt een volledige versie, een 50 ml versie. En die wordt aangeraden om 's morgens en 's avonds goed aan te brengen. Deze geur is ook niet overheersend, heel erg fris, maar die is iets bloemiger. Waar die vorige rook ik toch een klein beetje fruit in. Deze is iets bloemiger, maar zeker niet te intens. Heel erg benieuwd. Als ik hem getest heb, lezen jullie er zeker meer over op mijn blog. Dan hebben we nog een beautymerk leren kennen en dat was heel erg leuk, want daar hebben we een toilettasje bij gekregen en dat merk is Blazy Cosmetics. En zij willen ons laten kennismaken met het merk door middel van een oogcrème. En dat vind ik altijd super leuk, want jullie weten ook van al mijn vorige video's, oogcrème komt altijd in kleine verpakkingen en is bij mij altijd heel snel op. En dit is de Blazy Revitalizing Eye Cream. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Blazy heeft ook meegegeven wat al hun nieuwigheden zijn dit jaar. Ik ken het merk ook nog niet. En Blazy verdeelt ook make-up en beautyproducten. Dus later meer hierover. Dan hebben wij ook een olietje, een Wil de Monoi Coco de Tahiti. Dus monoi-olie en kokosnootolie. Een olie gekregen voor de huid, ja, voor je lichaam. Regelmatig heel goed mee in te smeren, omdat een olie toch wel heel erg voedend is. Zeker naar de winter toe. Ik heb er ook nog niet aan geroken, want een olie is natuurlijk wel wat vetter. Wacht, maar ik kan het zo open doen. Deze heeft dan, vind ik wel, een vrij intense geur. Deze ruikt een klein beetje parfumachtig, dus ik denk dat je daar gewoon persoonlijk voor moet zijn. Ik vind niet direct dat die naar kokosolie ruikt, omdat dat iets is dat ik ken en Monoi ook niet. Want Monoi ken ik ook van in de producten van Sotheby's en in Bernard Cassière. Nee,
gaan we ook zeker uittesten. Het volgende beautyproduct dat ik heb leren kennen is hydropeptide. Ik had er al wel van gehoord, maar nog nooit meer uitleg van gekregen. Ten allereerste vind ik het heel erg interessant. Hydropeptide wordt verdeeld door een firma, Simage, en die heeft een aantal heel erg leuke beautymerken. Die zullen jullie ook zien voorbij komen in de vlog. Die verdelen onder andere deze hydropeptide. En daar heb ik een heleboel staaltjes van gekregen om te proberen. Onder andere een zonnecrème met SPF 30, een oogcrème, een nachtcrème, een serum. Ja, echt een heleboel. Dus ik kan er een tijdje mee testen. Wat ook heel erg leuk is van hydropeptide, die hebben heel onlangs een samenwerking aangegaan met Belmodo. En Nanya Massi, hun make-up artiste, die heeft alle productjes gebruikt en zij is dus fan van hydropeptide gamma. Het zijn ook heel erg mooie foto's, heel erg mooie verpakkingen vind ik. Ja, en als Nanya Massi het goed vindt, ben ik wel heel erg benieuwd om de producten te proberen. Maar deze firma die verdeelt nog twee merken die ik wel kende van naam, maar nog niet heb geprobeerd. En die ja, mij wel heel erg aanspreken, alleen al aan de verpakkingen. En dat is de zelfbruiner He She. Die heb ik al zien liggen in de para-apotheek en zo. En zij verdelen ook Ahava. Ahava is een beautymerk dat voornamelijk ingrediënten bevat, dode zeemineralen. Dus ook weer een heel natuurlijk merk. Ik vind dat je dat ook echt ziet aan de verpakkingen van de producten. Het is een merk dat mij wel aanspreekt. Ik heb het nog niet geprobeerd. En wat ik heel erg leuk vind, is dat er een groot aantal stalen bij zitten. En dat het ook echt grote stalen zijn. De verpakkingen van de stalen zijn veel groter dan bijvoorbeeld van die van hydropeptide. Met deze Ahava-lijn ga ik zeker meer doen en ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is bijvoorbeeld een Leave-On Dead Sea Mud. Dus het is een nourishing body cream met ja, modder van de Dode Zee. Lijkt me heel erg interessant. Germaine de Cappuccini had een tweetal weken geleden een bloggers, een pers-event voor hun nieuwe lijn voor te stellen. Maar ik kon toen die maandag niet gaan en ik ben heel erg blij dat ik nu zaterdag wat meer informatie heb gekregen. Ik heb ook een aantal productjes meegekregen. Ik heb bijvoorbeeld twee ampulletjes van de Germaine Cappuccini Time Expert SRNS, The Night. Het is een sleeping cure. Dus twee keer een ampulletje, zodat je 's nachts echt een boost kan geven aan je huid. Hè. En dan ook een Repair Night Progress Eye Serum. Dus een oogserum waar ik helemaal gek op ben. Dus ook heel erg benieuwd om uit te testen. Germaine Cappuccini is een heel bekend Spaans beautymerk. De meeste mensen kennen dit wel, omdat dit in vrij veel schoonheidsinstituten wordt gebruikt. Tegenover andere merken die ik vandaag ook heb laten zien, die zijn zelfs voor mij niet zo heel bekend als schoonheidsspecialisten zelf. Wat ik ook super leuk vind, is dat bepaalde merken echt zo volwaardige boekjes maken. Dit is nu van Image, een merk, een beautymerk, die ook heel erg veel make-up hebben. En ja, die hebben echt over al hun nieuwste producten, maar het is dan ook niet alleen over hun eigen producten, maar ook echt kennis, zodat je meer leert over je huid en dergelijke. Zo heb ik ook een heel erg mooi boek gekregen van Mud. Ik had er al wel eens eentje gehad, want ik ben al een keer voor informatie geweest voor de make-up school van Mud. En toen heb ik er een meegekregen, ja, en echt in hun magazines, ik heb er al doorgebladerd. Er staan heel veel achter de schermen foto's van bepaalde fotoshoots die zij doen. Niet alleen van België, maar ook uit Amerika. IJsland staat er dit jaar in. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. Achter de schermen een kijkje kunnen nemen is niet iets wat je anders heel vaak kan zien. Bijvoorbeeld, zij hebben meegewerkt met The Voice Germany. En dan zie je hier heel veel foto's hoe het daar achter de schermen aan toe gaat. Mud is toch wel... ja, een school, een merk waar ik heel veel zou kunnen van bijleren. Eigenlijk zou ik dat nog wel een keer willen doen, zo'n cursus. Dan heb ik nog een testpakketje gekregen van Kryolan. Kryolan is echt een make-up die zich toespitst op theatermake-up, die ook heel erg veel special effects en zo doen. Zij hebben ook de Dermacolor-lijn. Dat is een lijn om echt littekens en pigmentvlekken en zo heel erg goed te camoufleren. Die Dermacolor-lijn zit hier een staal van bij, dus ga ik zeker eens testen hoe dekkend dat die is en hoe goed dat die het doet. En dan zit er ook een sheer lipstick staal in. Heel erg leuk. Kryolan heb ik mee op school gewerkt, wanneer ik zelf op schoonheidsschool en visagiste deed bij Encora heb ik dat gedaan. Want die zijn van naam veranderd, Encora. Dus ik ken het merk, maar ik heb er zelf niet echt veel producten van.
Uiteraard, daar ging ik. Een van de hoofdredenen waarvoor ik naar de beurs ging was ProNails. Omdat ProNails een aantal nieuwigheden had en vorige keer met de open deurdag konden zij de nieuwigheden al wel laten zien, maar nog niet laten uittesten. En dat is bijvoorbeeld deze longwear nagellak. Het is een nagellak die dubbel zo lang zou blijven dan een normale nagellak. En ik heb 2 vingers laten testen. Ik heb deze er zaterdag opgezet, dus dat is nu 2 dagen geleden. Nog net geen 48 uur geleden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang dat die erop gaat blijven. Want met bijvoorbeeld nagellak vind ik het altijd wel heel erg belangrijk dat je zoiets eerst kan uittesten voordat je het aankoopt. Ik weet dat het van iedere nagels apart afhangt. De ene heeft goede nagels, sterke nagels. De andere heeft heel broze nagels of heel erg vette, olieachtige nagels. Ja, dan blijft de nagellak minder lang. Maar deze zit er dus 2 dagen op. En aan mijn pinkje, ik ga ze laten zien van dichterbij. Aan mijn pinkje heb ik gestoten, maar dat heb ik onmiddellijk in het begin gedaan. Omdat de nagellak gewoon nog niet droog was. Dus momenteel zit hij er nog heel erg goed op. Maar van ProNails en al hun nieuwigheden heb ik echt een aparte blog. Een apart stukje, omdat die nog veel meer nieuwigheden hebben. Waaronder deze lijn voor de hand- en voetverzorging. Ik denk dat het vooral hun handverzorging is die nieuw is. En daar heb ik dit Deep Defense Hand Serum van. Het is een serum, dus het is echt wel voor als je handen een ophepper nodig hebben. Handen in nood, heel erg droge handen. Een serum is iets dunner van textuur, trekt ook heel snel in en gaat dan direct verbetering geven op droge handen. Het is een heel erg mooi flesje. Het is echt een, ja, ik denk dat het een glazen flesje is, dus ik vind het een heel erg mooie verpakking met een pompje. Dan heb ik nog 1 firma leren kennen. Het is een firma die 3 merken verdeelt, waarvan er 2 toch wel vrij bekend zijn, denk ik, en eentje iets minder. En de 2 bekendste merken zijn Instituut Estederm. Die kan je vinden bij schoonheidsspecialisten, maar die kan je ook vinden in de para-apotheek. Het merk Estederm is toch wel een luxe merk. Het is een iets duurder merk en zij hebben als basis, zij werken met allemaal huid-eigen ingrediënten. Want zij zijn van mening, of de kennis is zo, dat als je iets lichaamsvreemd op je huid smeert, dus planten of bepaalde dingen die je lichaam niet kent, dan kan dat ook nooit zo diep indringen. Dan gaat het altijd maar in het bovenste huidlaagje indringen. Maar als je lichaams eigen producten neemt, zoals eiwitten en aminozuren en wat is het allemaal, dan dringt dat ook echt heel erg diep in de huid en dan kan dat veel meer werking geven. Dat is hun filosofie. Het tweede merk dat je waarschijnlijk ook al wel eens hebt van gehoord, is Dr. Renault. Het is een merk dat qua prijs wel wat lager ligt. Zij werken voornamelijk met biologische producten. Het is een natuurlijke verzorging voor een stralende schoonheid. En Dr. Renault, ik denk dat het hetzelfde is. Je kan die ook kopen in de Planet Parfum. Het was ergens in een parfumerie ook, dus het is niet alleen in schoonheidsinstituten. En dat zijn zo onder andere de verpakkingen. En dan laten ze ook zien dat ze met natuurlijke ingrediënten werken. Is dat alles? Even kijken. Ik denk dat dit alles is van producten. Ik zeg niet dat het niet veel was, want het was wel veel en ik denk dat mijn video ook vrij lang gaat duren. Dus ik hoop dat ik jullie niet verveeld heb. Het was een hele boterham. Als jullie benieuwd zijn naar de beelden van de Esthetica Beurs, neem dan ook zeker een kijkje op mijn vlog. Ik denk toch wel dat ik hem apart ga maken, omdat de video anders gewoonweg veel te lang wordt. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als jullie deze merken al kennen of als jullie al producten ervan hebben geprobeerd die jullie heel erg goed vinden, laat het dan na in de comments hieronder. Geef een thumbs up of abonneer op mijn kanaal als je mijn video's in de toekomst wil volgen. En dan zie ik jullie later. En zeker mijn blog in de gaten houden, want deze producten, vanaf ik ze heb gebruikt, komt daar zeker een uitgebreide review over. Tot later!